Yo, my faps en besties, Michael hier van harte welkom bij deze nieuwe video. Zoals de meeste van jullie weten, I'm back van mijn zeeklasse in Nieuw-Zeeland. In Zeeland, en het was echt super mooi. Echt, de foto's zijn echt super mooi op de Facebookgroep van mijn school. Maar genoeg over zeeklasse, nu is het tijd voor wat andere leuke dingen. Zoals de meeste van jullie weten, ben ik gaan shoppen. Ik ben gaan shoppen in de eerste winkel, de JWC. Ik heb daar de Camille zak gekocht. Ik heb in totaal 3 unieke items gekocht. Ik heb deze super coole amazing jeansbroek short gekocht. En een Camille zak is natuurlijk niet compleet zonder een Camille t-shirt. Ik heb de vuurwerk t-shirt van Camille gekocht. En als ik eerlijk mag zijn, het staat mij ook wel goed. Dan heb ik ook nog een zonnebril voor de komende vakanties. En ik ben ook nog gaan stoppen bij de Shop for Geek. Zoals de meeste van jullie weten, ben ik dol op Funko Pops. Ik was in de winkel en opeens zag ik daar, echt no kidding, no joke, no kidding, een Funko Pop van de nieuwste film, The Little Mermaid. Ik ben die gaan kijken, het was echt een superleuke film. Ik was zot van de actrice die Ursula speelde. Dus ik dacht, ik koop een Funko Popje. Dit is de Funko Pop van Ursula uit De Kleine Zeemermin in de box. Maar nu is het tijd om die uit de box te halen. Dit is eigenlijk een soort van unboxing video, dus ik ben benieuwd hoe ze eruit gaat zien out of the box. Hier is dit, hier is ze. Hier is Ursula. Ze heeft een hele chique outfit aan, echt een super chique. Dus ik zet haar er nu bij de andere bad guys, of eventueel villains. Ik zet haar misschien naast Mickey, een beetje naar links Mickey, sorry dat ik jou moet verhuizen, maar ja. Ik zet haar misschien wel naast kapitein Haak. Voilà, nu ik een Funko Popje heb van Ursula, kan ik er wel even verder doen met mijn serie van welke Disney schurken zijn nu eigenlijk mijn favoriet. Voilà, dit was het dan voor deze. Ik heb ook nog mijn Bayou tijdschrift, want ik moet natuurlijk op de hoogte blijven van de nieuwe roddels en de nieuwe gossips. Dus ik heb deze tijdschrift gekocht van #BU. Het is een tijdschrift met 2 rietjes. De meeste van jullie weten dat ik heel graag die tijdschrift lees. Omdat ik eigenlijk wel zin heb in wat afleidingen en ook wat dingen nodig heb. Zoals veel dingen. Ik heb heel veel afleiding nodig nu, want aangezien ik toch afstudeer dit jaar. En ik laat me ook niet meer doen. En dit zijn herbruikbare rietjes. Voor als je bijvoorbeeld drinken wilt. Drinken uit rietjes. Of als je een smoothie wilt maken. En ik ga de tijdschrift zo meteen lezen. Maar eerst ga ik in verhaal deze vlog beëindigen. Dus ik bedank jullie al hartelijk bedankt om te kijken. En mochten jullie deze video nou leuk vinden, vergeet mij niet te volgen op social media's. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, ik weet niet wat nog allemaal. Oh, en by the way, ik heb een nieuw hoesje. Een blauwe. Nou ja, en ik was mijn oud hoesje een beetje toch op beu, dus ik ga nu deze vlog in stijl beëindigen. Dus zoals ik het zou zeggen, bye, peace out, toodles, bye!